Mijn naam is Chris van Haagt. Ik ben professor aan de KU Leuven en ik doseer kwaliteit en patiëntveiligheid binnen de faculteit Geneeskunde. Wel, wij houden ons bezig met onderzoek te doen en ook te doseren over kwaliteitsproblemen en opportuniteiten voor verbetering binnen de gezondheidszorg. Een van mijn onderzoeksdomeinen is ook de impact van patiëntveiligheidsincidenten. De first victim is de patiënt en familie uiteraard. Dat is en blijft de belangrijkste. Maar de impact op de betrokken zorgverleners bij patiëntveiligheidsincidenten is niet te onderschatten. Het incident waar ik zelf bij betrokken geweest ben, is 28 jaar geleden. Maar ik herinner mij dat nog alsof het gisteren was. Dat was tijdens een stage waar een verpleegkundige me vroeg om een potje met een vloeistof aan een patiënt te geven. En volgzaam als ik was, heb ik dat potje met vloeistof aan die patiënt gegeven. En dus hij had de medicatie die zij eigenlijk moest gebruiken in een vernevelaar, had zij opgedronken omdat ik haar die medicatie ook gewoon gegeven had en niet nagedacht had van hoe moet ik die medicatie toedienen. Gelukkig had deze dame daar weinig of geen last van en gelukkig heb ik onmiddellijk de verpleegkundige ingelicht, hebben we de arts ook ingelicht en is die dame die nacht ook extra bewaakt geweest. U moet weten dat de volgende ochtend ik terug rond 7 uur op die afdeling moest zijn, maar ik was daar al om 6 uur 's ochtends. Ik heb die nacht niet geslapen en ik ben om 6 uur die dame wakker gaan maken om te kijken of alles oké was. Van waar zijn nu de zaken waar we op moeten letten? Dan denk ik dat het voornamelijk over openheid gaat, die psychologische veiligheid creëren. Ervoor zorgen dat zorgverleners in alle vrijheid en alle openheid en alle gevoel van veiligheid mee kunnen nadenken en durven nadenken over waar het beter kan. Safety flows through me. BD, advancing the world of health.